Welkom allemaal bij het 14e webinar van Zorgen doen we samen. Het programma wat zich richt op het snijvlak van het zorg- en het sociaal domein. Mijn naam is Ellen Struiken en samen met Tony, die zal straks in beeld komen, begeleiden wij dit webinar. Het is een uniek webinar, want het is het laatste in een reeks van 14. Dus vandaar dat het ook iets anders is dan hoe we het normaal doen. We hebben dit keer twee sprekers. Normaal hebben we er drie. En Tony en ik gaan samen een terugblik geven op wat wij opvallend vonden. Maar ook hoe het ervaren is om met elkaar ook een stukje terug te kijken. Nou, hetzelfde als bij het andere webinar zien jullie rechtsboven VNA. Hebben jullie vragen, dan kun je die daarin stellen. Tony zal ze dan aan de sprekers stellen. Dus doe dat ook vooral, dan wordt het ook alleen maar levendig van. En vandaag een mooi thema, domeinoverstijgend samenwerken in de wijk. Iets wat heel belangrijk is, als we het hebben over onze inwoners, dan wonen die natuurlijk in de wijk. Die hebben niet een vraag op zorgvlak of niet een vraag op het sociaal vlak. Die hebben eigenlijk gewoon een vraag waar ze antwoord op willen hebben. En om dat te kunnen doen is een samenwerking in die wijk heel belangrijk. Vandaag twee mooie initiatieven. Pim Rolsma gaat ons iets vertellen over de gekantelde buurt. En Karin Laros gaat ons iets vertellen over het buurtspel. Allebei heel leuk, praktisch, waarbij je echt die verbinding op het snijvlak van het zorg- en sociaal domein ziet. En om meteen te beginnen geef ik het woord aan Pim, die zichzelf ook meer voor zal stellen. Veel plezier. Dankjewel. Goedemiddag. Wat leuk om jullie wat te kunnen vertellen vandaag over de gekantelde buurt. Misschien een kleine disclaimer om te beginnen. Ik heb gisteren ook een verhaal gedaan over de gekantelde buurt. En dat duurde 2 uur. En vandaag heb ik een kwartier om het met jullie erover te hebben. Dus ik ga vandaag er met jullie doorheen in vogelvlucht. Dat gezegd hebbende, wees welkom om daar eens een keer uitgebreider over te spreken op het moment dat je dat graag zou willen. Kijk eens aan. Wat kunnen we vertellen over wat kunnen we vertellen over de gekantelde buurt? Op de eerste plaats denk ik dat het zinvol is om uit te leggen dat het over een proeftuin gaat. Een plek waar we samen hebben kunnen experimenteren, proberen, oefenen, om te kijken van wat vraagt het nou om samen anders te denken, anders te doen en anders te organiseren als het gaat over dat domeinoverstijgend werken. Dat zijn eigenlijk een drietal doelen die we met elkaar daarover gesteld hebben. Kun je gewoon niet opnemen? Ja, zeker. Anders Het eerste doel, dan mag je meteen ook naar de volgende sheet, is dat we natuurlijk willen dat professionals en inwoners naast elkaar en met elkaar samen kunnen werken. Dan mag je meteen door naar de volgende sheet. Dat mensen actief hun talenten kunnen benutten. Dus dat we uitgaan van de talenten van mensen. En als je dat nou met elkaar combineert, wat is dan eigenlijk de winst die je in een wijk daaruit kan halen? Dat gezegd hebbende zou je eigenlijk kunnen zeggen, op de eerste plaats moet je daar ruimte voor met elkaar maken. Wat heb je nou nodig om met elkaar anders te kunnen denken, doen en organiseren? En wij zijn daarop geïnspireerd geraakt door een soortgelijk initiatief in Os. Daar hadden ze de gekantelde buurt Os. En wij hebben gezegd van welke werkzame bestanddelen uit die proeftuin daar kunnen wij nu meenemen naar Tilburg. En wat goed is om te weten is dat het dan zinvol is om op verschillende tredes met elkaar te gaan kijken. Dus wat heb je nou nodig om anders te kunnen organiseren? Want daar heb je zowel bestuurders voor nodig als financiers, als projectleiders, als managers, als uitvoerende mensen in de buurt, als natuurlijk die bewoners. Dus wat vraagt het nou om anders te kunnen doen, denken en organiseren? Vraagt het op de eerste plaats dat je met elkaar het gesprek gaat voeren. Van kunnen wij die ruimte met elkaar krijgen? Nou,
In de gekantelde buurt hebben we daar ruimte voor kunnen krijgen in een specifiek klein gedeelte van Tilburg. Namelijk in de gezworen hoek, voor de Tilburgers beter bekend als de B-buurt, in de Reeshof. En daar zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Samen met de gemeente zijn we met bestuurders van verschillende organisaties in gesprek gegaan om het er eens over te hebben van, goh, kunnen wij die ruimte nou met elkaar hier organiseren? Bestuurders hebben gezegd ja, dat kunnen we met elkaar gaan doen. Maar wat vraagt dat dan? Dus vervolgens zijn wij van de financier naar de treden van de bestuurder, naar de bestreden van die beleidsmakers van die verschillende organisaties ook gegaan. Om met hen het gesprek te voeren, wat vraagt dat dan? Wat vraagt het dan van jullie organisaties? Maar wat vraagt dat dan ook voor medewerkers? Hè? Wat voor medewerker heb je dan nodig om dat met elkaar te organiseren? Daar is een groep medewerkers, partners, die dus werkzaam zijn in de wijk uitgekomen. En ook met hen zijn wij ook weer het gesprek gaan voeren. Wat vraagt het nou voor jullie om gezamenlijk in de wijk te kunnen werken, los van je eigen wachtlijsten, los van je eigen structuren, maar gewoon te doen wat er nodig is voor die bewoner. En last but not least, en wat mij betreft had de trap ook andersom kunnen staan, die bewoner, wat vraagt het nou om bewoner in regie te krijgen? En nou, daar hebben wij de ruimte voor gekregen in gekantelde buurt, gezworen hoek. Daar hebben we 2 jaar gedaan. Ik ben vanuit Contour de Twern, daar ben ik projectleider als het gaat over het wijk- en buurtgerichte aanpak. Daar houd ik me eigenlijk bezig met wat vraagt het nu om van betekenis te kunnen zijn in buurten en wijken. Vanuit die functie ben ik ook gevraagd om dat kwartiermakerschap op te nemen. Zo zijn we eigenlijk zo zijn we eigenlijk tot een werkwijze gekomen waarin je steeds zegt van wat die bewoner, wat wil die nou? Dus de vraag is niet zozeer waar ligt de zorgvraag, maar meer wat wil ik betekenen voor mijn buurt? En vanuit daar, wat kan ik? En vanuit daar dan, wat heb ik nodig? Dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we dat vormgegeven hebben. Dat anders denken, dat is iets wat zowel geldt voor de professionals die in die buurt aan het werken zijn, als ook wat je wil gaan leren om met elkaar samen dat anders te gaan doen. Dus je wil ook ruimte creëren om oplossingen te bedenken die passen bij dat moment. Enfin, daar hebben we de afgelopen periode met elkaar van geleerd. Door 2 jaar met elkaar samen met bewoners aan de slag te gaan. En samen met allerlei verschillende professionals uit verschillende wijken aan de slag te gaan. En ik wil je graag meenemen in wat daar dan uitgekomen is. Aan inzichten die, waarvan we zeggen, van, nou, dat is zinvol op het moment dat je met elkaar domeinoverstijgend in een buurt aan de slag wil. Op de eerste plaats kwamen we erachter dat we echt een ander soort taal met elkaar moeten gaan leren spreken. Want de taal van beleidsmakers en ook de taal van zorgverleners is vaak helemaal niet de taal die we hebben op het moment dat we gewoon in onze leefwereld met elkaar proberen er iets moois van te maken. Dus het is heel zinvol om te kijken van wat is nou eigenlijk die beleidstaande en als je dat dan vertaalt naar de taal van het gewone het leven van alle dag, wat verandert er dan? Dus wij zeggen zaken als van individueel naar collectief, wat eigenlijk als je dat weer vertaalt ook zegt van we gaan het niet meer alleen doen, maar we gaan het samen doen. Van passief naar actief, dus van het afwachten naar zelf en samen aan de slag. Nou, zo staat er een heel lijstje en jullie krijgen deze sheets natuurlijk straks ook nog eens terug. En het is wel zinvol om eens te kijken hoe werkt dat nou voor mij en mijn organisatie of voor ons onze manier van samenwerken. En gebruiken wij nog die beleidstaal of gebruiken wij al die gekantelde taal? Om wat te vertellen over die kernelementen, van wat hebben wij dan geleerd in die 2 jaar? Is het op de eerste plaats wat wij wel tegen zijn gekomen waarvan we gezien hebben dat is echt zinvol om te doen, is dat je zorgt dat buurtbewoners centraal komen te staan aan de hand van asset-based community development.
En nou noemen we specifiek deze aanpak, omdat dit een aanpak is die niet op een kantoor is bedacht en uit boeken is gefilterd, maar het is een aanpak die eigenlijk sinds de jaren 70 al in ontwikkeling is. In de Verenigde Staten zijn zij gestart met te onderzoeken in sterke buurten en gemeenschappen die elkaar op een goede manier ondersteunen. Wat zijn daar nou eigenlijk de werkzame bestanddelen van? En hoe kun je die werkzame bestanddelen terugbrengen naar op het moment dat je van betekenis wil zijn in een gemeenschap? In een notendop, want over asset-based community development kunnen we denk ik wel een uur praten, zou je kunnen zeggen dat het erover gaat dat je minder gaat vragen wat heeft die ander nou nodig, maar meer de nadruk gaat leggen op wat kan deze persoon nou zelf bijdragen. En dan moet je denken, en het heet dus asset-based community development, gemeenschapsversterking vanuit de bronnen die een gemeenschap tot zijn beschikking heeft. Dus wat hebben mensen nou individueel te betekenen? Dus wat zijn nou de talenten van mensen die zij, waar zij zelf van gaan stralen, maar waar ze misschien ook van betekenis voor kunnen zijn voor hun omgeving? Wat doen mensen al samen? Drinken mensen al samen koffie? Delen mensen samen de wifi? Wat zijn nou zaken die mensen in het klein al samen doen? En op groter gebied natuurlijk. En waar vinden mensen elkaar al? Wat zijn de organisaties waar gemeenschap sterker van kan worden? En heb je daar een beetje zicht op? Op welke plekken vinden mensen elkaar? Wat kan daar digitaal aan ondersteunen? Welke middelen of diensten zijn er eigenlijk die mensen met elkaar al delen binnen zo'n gemeenschap? En last but not least, ook welke verhalen delen mensen nu? Welke identiteit dragen mensen nou? Waar zijn mensen trots op in hun buurt? En die bronnen, daar kun je met elkaar zicht op krijgen, en hoe meer zicht je daar als gemeenschap met elkaar over hebt, hoe sterker je ook met elkaar kan worden als gemeenschap. Dus wij hebben wel gezegd dat asset-based community development is belangrijk op het moment dat je domeinoverstijgend gaat werken, om dat te integreren in je aanpak. Daarnaast hebben we ook gezien, dat zei ik net ook al wel een beetje, van het is zinvol om op al die verschillende treden van die trap met elkaar de samenwerking aan te gaan. Dus op het moment dat een bewoner aangeeft, ik heb iets te bieden, of ik vind iets belangrijks, of ik wil iets adresseren, of ik wil iets voor mijn buurt betekenen, dan kan het zijn dat we daar als professionals in zo'n wijk naast kunnen staan en ondersteunend in kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat wij als professionals in die wijk ook wel ondersteuning van onze leidinggevende daarvan nodig hebben. En ook de leidinggevende moet de ruimte kunnen ervaren binnen zijn organisatie en ook in die bredere samenwerking, om dan met elkaar die professionals de ruimte te geven, ten einde om die bewoners ook weer de ruimte te geven. Dus het is zinvol om steeds opnieuw te kijken, wat gebeurt er dan in een buurt? En als het ware rennen we steeds die trap op en af om met elkaar te begrijpen, wat speelt er in een buurt? Een derde punt wat we gezegd hebben, dat is toch nog net wat anders als community building ook, is zet ook in op systemisch werken. Dus je merkte dat in de samenwerking die er in de buurt was, dus de buurtbewoners en de wijkpartners die met elkaar samenwerkten, die gingen niet alleen als er iets speelde met elkaar op bezoek bij een gezin of bij een buurtbewoner. Maar vroegen dan ook van wie kan er nou nog meer van betekenis zijn? Want wellicht is de voetbalcoach of de buurman of de docent een net zo belangrijk onderdeel van die oplossing. Dus zorg dat je voldoende inzet op dat systemisch werken en dat sociale netwerkversterking. Waar we het net al een beetje over gehad hebben, want dat zit ook al in dat asset-based community development, is zorgen voor dat die inzet van die buurtondersteuners centraal komt te staan. En dat je ook een beetje kijkt van wat kan er nou door bewoners gedaan worden. En ik zou graag heel even naar de volgende sheet willen en dan kom ik zo nog even terug bij deze. Het is de oude presentatie. Ik had in de andere presentatie nog een sheetje tussen volgens mij. Maar dan zet hem toch maar even terug naar de vorige, dat is prima. Ik had een plaatje, was ik in de veronderstelling. Hé, kijk eens aan. Daar is hij.
waarin eigenlijk schematisch weergegeven wordt op wat voor manier zijn wij nou van betekenis op buurtbewoners. Alle vier die manieren van waarop wij van betekenis zijn, zijn relevant en zijn wij ook met elkaar aan het doen. Dus je hebt een ondersteuningsvorm die wij aan buurtbewoners doen. Dus er is een bepaalde mate van zorg die wij bieden. En daar heeft eigenlijk die buurtbewoner geen invloed op. Dat doen wij aan die ander. En dat is niet per definitie slecht. Als ik hier direct van de schrik met een hartwip neerga, is het heel zinvol dat ik hier een stukje verder in het ziekenhuis opgenomen word en dat een specialist aan mij, zonder dat dat een co-creatie is, een overleg met mij is, vanuit zijn kunde mij beter maakt. Dus zorg aan mensen is niet per definitie slecht. Dat is een onderdeel van dat kwadrant van op wat voor manier wij ondersteuning bieden. We hebben nog ook, wat doen we dan voor mensen? Dus er zijn ook zorgmodules die we met elkaar goed nabegedacht bieden. Wat doen wij met mensen? Daar zijn we vaak goed in co-creatie. Maar waar we extra de nadruk op willen leggen is, wat kunnen mensen nou zelf? Wat gebeurt er nou door mensen zelf? En hoe kun je daar dan op van invloed zijn? En dat S-based community development, dus die aanpak die gegenereerd is uit 50 jaar werken aan en met sterke gemeenschappen. Hoe kun je daarvan gebruik maken om mensen meer zelf ook te laten doen? Dus ben ook op dat kwadrant van wat kunnen mensen zelf, wat gebeurt er door bewoners, ben daar ook scherp op en ontwikkel daar ook op. Ik kan er nog heel lang over praten. Tegelijkertijd zie ik ook in de tijd dat ik dat maar toch beperkt moet doen. Er zijn behoorlijk nog wat meer mooie inzichten die wij gekregen hebben aan de hand van de gekantelde buurt, waarvan ik wil zeggen, wees welkom om daar eens een keer met ons in gesprek over te gaan. En Ellen die gaat er wel voor zorgen dat naar de contactgegevens beschikbaar raken. Zijn er vragen over? Ja, er zijn vragen in de chat. Ik kan even bij jou in beeld staan. Ja. En een van de vragen die nu op het eind binnenkwam is, je bent als kwartiermaker aan de slag. En dan ga jij dadelijk, hopelijk nog niet heel snel, maar jij gaat dat speelveld ook weer een keer verlaten. Ja. En wat zijn nou lessen die je ook al opgehaald hebt bij anderen, of die jij zelf ermee doet? Hoe ga je dit nou goed borgen? Ja. Dat het niet straks weer wegloopt. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. En dat is ook denk ik een van de belangrijkste adviezen die we de afgelopen periode hebben of wat we hebben opgedaan, zou dat ook een van de belangrijkste adviezen zijn. Zorg er nou voor dat je, je werkt met elkaar samen in een buurt en je doet dat op de momenten of op de plekken waar je elkaar al ontmoet. En voor de een is dat een dichtbij team en op de andere plek is dat een zorgoverleg. En voor de andere is dat weer op een andere plek in die buurt of in die wijk. Maar zorg ervoor dat je in die gesprekken ook die aandacht hebt voor die brede welzijnsperspectief. Dus wat kan ik nou doen om bewoners in de knie te krijgen? Op wat voor manier kan ik er nou voor zorgen dat ook onzichtbare uit zo'n buurt zichtbaar raken? Wat kan ik ervoor doen om die bronnen binnen zo'n buurt beschikbaar te maken? Dus die brede welzijnsperspectief en hoe je ervoor kan zorgen dat dat onderdeel wordt van je werkzaamheid, dat is vooral zinvol om daar echt op te investeren, denk ik. Oké, okay. Om het daarmee goed te borgen. Ja. Ja. Volgens mij helder. Niet heel eenvoudig, maar wel helder, denk ik. Hè? Nee. En als ik nog even terug ga naar het begin van jouw verhaal, toen zei je, toen je daar gestart bent, ben je met alle mensen in gesprek gegaan, met elkaar in gesprek gegaan en op gaan halen wat er nou behoefte was. Waar mensen nou echt daadwerkelijk behoefte hebben om met elkaar aan de slag te gaan. En ik was wel benieuwd, ben je daar hele verrassende dingen tegengekomen? Nou ja, weet je, bij de eerste gespreksronde. Het bijzondere is, wij proberen eigenlijk juist niet het gesprek te voeren over waar de behoeftes van mensen ligt. Maar veel meer
Van waar worden mensen blij van? Waar zijn mensen al sterk? En waar kunnen mensen zelf al in bijdragen? Dus door de focus wat minder te leggen op die behoeften, maar juist die focus te leggen op van wij zijn in die buurt aanwezig. Hè? Dus dat is ook een ander advies waar we nog niet aan vandaag aan toe zijn gekomen. Zorg dat je voldoende mensen in zo'n omgeving hebt, beschikbaar hebt, die dat kunnen, ja, die dat als het ware uit een buurt kunnen halen. Hè? Dus door juist wat minder de vraag te gaan stellen, waar ligt je behoefte? Maar veel meer aandacht hebben van, hey, wat zijn nou die individuele krachten? Wat doen mensen al samen? Hoe kunnen we dat uitbouwen? Ga je zien dat er een steeds grotere gemeenschap ontstaat en die ook steeds mondiger wordt. En daaruit voort komen er wel gesprekken over, hey, en ik vind dit belangrijk voor mijn buurt. Er is geen plek waar wij met elkaar kunnen ontmoeten. En ook mondig genoeg om vervolgens tegen organisaties of tegen een gemeente aan te geven van, en wij zouden graag zo'n plek willen. En kom je samen met ons, of kun je samen met ons kijken wat er voor nodig is om dat te doen? Helder. Dus niet de behoefte, maar kijken wat er is. En ik vond de kapstok aan met voordoor, hè? Die woorden, dat mooie schema, helpt daar denk ik ook in de gemeenschappelijke taal heel erg. Hè? Ja. Om met elkaar te kijken naar dat door. Wat kan daar nou daadwerkelijk aan? Ja, zeker. Ja. Dankjewel voor dit inspirerende verhaal. Ik yes. verwacht dat er vast nog wel mensen bij jou langskomen om het uitgebreide verhaal te horen. Maar daar hebben we inderdaad helaas vanmiddag geen tijd voor. Nee. Nou, heel erg bedankt. Zeker, graag gedaan. Dan gaan wij door naar de volgende spreker, Karen. Mag ik jou al uitnodigen, Karen Laros van het Laag? Ja. Jij gaat ons meenemen hoe jullie met het buurtspel deze samenwerking en vooral ook het woordje door, hè, met elkaar vormgegeven hebben binnen het Laag. Ga ik proberen. Ja. Ja, goedemiddag, mijn naam is Karin Laros, werkzaam in het Laag. Misschien dat ik heel kort eventjes vertel wie we zijn als Laag. Het Laar, een woonzorglocatie waar ouderen kunnen wonen. Ouderen die met een heel verschillende wens bij ons komen wonen. En wat belangrijk daarbij is dat mensen zelfstandig bij ons kunnen wonen. Dus gewoon een appartement huren. Weten van, hey, als er een calamiteit is, dan weet ik dat ik 24 uur per dag kan bellen. En dan komt er dan komt de zorg voor mij. Maar daarnaast wonen er ook mensen met indicatie natuurlijk tot intensieve zorg toe. En dat met z'n allen onder één dak. Wonen we daar samen met gemiddeld zo'n 350 mensen nu. En binnenkort, februari, gaan we starten met nog een bouwerbaar. We zijn nu bezig met een nieuwbouw. 67 appartementen voor bewoners met een ZZP5. Dus gaan we het uitbreiden. Maar het is gewoon mooi dat je onder één dag zo'n diverse vraag en wens aan wonen hebt. En ik noem vooral wonen. Daar zijn we de afgelopen jaren heel sterk mee bezig geweest. En natuurlijk zit er zorg, hè? Zit er vaak een zorgvraag bij een bewoner. Maar om die fijne, aangename dag te hebben waar wij voor staan, een aangename dag, is met name van welke sociale contacten heb ik, naar welke clubs ga ik, een goede maaltijd. Dat is zeker zo belangrijk. En natuurlijk is voor veel mensen een stukje zorg op een dag belangrijk. Maar vooral die aangename dag, hoe maak ik die waar, is het wonen. Net hadden we nog eventjes bij de vorige sheet onze kernwaarden, stelvol, bruisend en verzorgd. Daar staan we voor. Nogmaals, gelukkig kunnen mensen voor het een goede keuze maken van, hey, waar wil ik wonen? Bij ons zijn dan dit onze kernwaardes. Ik zie dat de sheet het buurtspel al voorstaat. We weten allemaal de transitie in de zorg, wat er aan de hand is. Een manager bij onze sectormanager was bij een webinar geweest waar Henk Geene heeft gesproken. En die was toch wel op het idee gekomen van, jeetje, de vergrijzing die gaande is.
Het aantal mensen wat gaat werken in de zorg gaat zeker veel afnemen, zoals we allemaal weten. Er moet iets gebeuren. Hij heeft toen een initiatief genomen en is een samenwerking gaan zoeken met woningcorporaties, met mensen maatschappelijk uit welzijnsdiensten, noem maar op. Samen zijn ze samengekomen. En in buurten, met buurten uitgenodigd om mensen weer samen te laten komen, te verbinden met elkaar. En na deze webinar had onze zorgmanager zoiets van, nou weet je, dit zou ons wel eens kunnen helpen van, om in onze organisatie te kijken van, hoe gaan wij hier nu mee om? Wij zijn daar geweest in Kuik en hebben gesproken met al deze partijen, heel veel ideeën opgedaan, teruggekomen en we hadden zoiets van, we moeten hier iets mee. We hebben een werkgroep opgestart. Een werkgroep waar de sectormanager zorg in zat, ikzelf. Daarnaast ook mensen uit de bewonersraad, familieleden van ja, hoe pakken we dit nu op? Henk Geen is ook nog een keer bij ons aangesloten om mee te kijken van nou, hoe doen hun dat nu? Hè? Waar ik mee gestart ben, hoe pakken zij dat op? We waren van mening, we moeten dit doen met een buurtspel. En het buurtspel staat inderdaad in beeld. En hoe het nu loopt is dat we per etage, we zijn nu in één gebouw begonnen. Hè, we hebben drie gebouwen op dit moment en in één gebouw ben ik begonnen waar veel mensen in de huur, dus zelfstandig wonen, maar ook nog een gedeelte mensen met een WLZ-indicatie wonen. Ik ben deze mensen gaan uitnodigen per etage. En dan hebben we begin dit kwartaal zijn we daarmee gestart. En op een etage zijn 14 appartementen. En worden bewoond door mensen als echtpaar, maar ook alleenstaande. Dus deze mensen nodig ik in de eerste instantie uit voor een fijne bijeenkomst. Je ziet de eerste bijeenkomst, zag je echt van jeetje, wat gaat hier gebeuren? En dus allemaal spanning. Je hoort het vooraf ook al beneden als men samenkomt in Chapeau, ons restaurant. We hebben een uitnodiging gehad. Ik doe die bijeenkomst niet alleen. Ik heb daar ook vrijwilligers bij die mij daarbij ondersteunen. Bij de opening van zo'n middag koppel ik toch ook eerst en nog even terug de huidige situatie van over die transitie. De situatie waar we zitten, waar we naartoe gaan. Dat het niet meer zo gewoon is dat die mensen als er zorg nodig is alles maar overnemen. Maar juist ook gaan kijken van wat kan die bewoner juist nog zelf. Hè, zet die in zijn kracht. Want wij zijn er ook zeker van overtuigd van alles wat die bewoner zelf kan. Die eigen regie, hoe belangrijk is dat? Dat maakt die dag ook een kamer. Hè? Alles, hè, als je niet hoeft te wachten van jeetje, ik moet mijn ogen druppelen, ik kan het zelf, of die steunkous of wat dan ook. Dus dat stukje, dat is eigenlijk wel de opening. Je hoort dan vaak wel al mensen zeggen van ja, maar Karin, wat verwacht je nu van ons? Dus we kunnen toch zomaar niet als het gaat over... we proberen natuurlijk zoveel mogelijk zelf te doen, maar ergens hebben we hulp nodig. Terecht, hè, van als echt zorg nodig is en er is vooraf gekeken van wat is hier nodig aan hulpmiddelen, de motica of wat dan ook. Maar wat kan uiteindelijk die bewoner zelf? Prima om dat vooral te laten doen. Maar dat is eigenlijk de beginfase van deze bijeenkomst. Vervolgens ziet u dan het buurtspel. Iedere bewoner krijgt dit uitgedeeld en moet die individueel gaan invullen. En hier staan vragen heel divers op van hoe lang woont u al in de organisatie? Kent u uw buur? Waar maakt u gebruik van welke activiteiten? Hoe denkt u de andere mensen u zien? Nou, dat is echt een... Ja, individueel worden deze lijsten ingevuld. Vooraf vraag ik altijd van, god, mag ik deze lijsten, mag ik daar een kopie van maken en bij de tweede bijeenkomst een terugkoppeling van geven? Nou, eigenlijk vinden altijd alle mensen dat prima om dat te doen. Nogmaals, heel belangrijk hierbij is dat het een fijne middag wordt, dus iets lekkers bij de koffie, hè? Maar maak het zo aangenaam mogelijk. Je ziet ook bij deze bijeenkomst, ik had het net over 14 appartementen, dus je zit toch vaak zowel met een groep of 18 tot 20 mensen. Heel divers, want op zo'n etage wonen mensen soms al 20 jaar, maar soms ook net pas 2 weken. En het is mooi dat je dan elkaar ziet op zo'n etage. Wij denken misschien altijd wel als mensen komen wonen, is het normaal dat ze even met elkaar kennis gaan maken.
Maar zo normaal is dat niet. Soms zijn mensen in een thuissituatie zo in een isolement geraakt, dat men vergeten is van hoe maak ik nu toch kennis? En is dit natuurlijk al een mooie bijeenkomst om elkaar sowieso te zien. En het versterkt elkaar alleen maar. En dat is gewoon heel prettig. Je ziet dat mensen het heel erg fijn vinden. Daarnaast is het misschien ook goed om even te vertellen, die verbinding vanuit onze organisatie, dat doen we ook al bij binnenkomst als mensen bij ons komen wonen. Daarvoor hebben we een groep LAR-ambassadeurs. Dat zijn eigenlijk bewoners die de nieuwe bewoners na enkele weken als zij wonen uitnodigen. En deze bewoners nemen de nieuwe bewoners mee, krijgen een rondleiding door heel de organisatie. Het is heel laagdrempelig, dus deze bewoners kunnen naast die rondleiding ook aangeven van god, in het appartement zit bijvoorbeeld een keuken met apparatuur. Als u niet goed weet hoe dat het werkt, ik kan u daarbij helpen. Dus dat is al iets wat we doen. Maar dit is wel een versterking weer, dat die bewoners samenkomen. Even terug naar het buurtspel. Die eerste bijeenkomst heb ik nu net een beetje uitgelegd van, nou, hoe ziet er dat uit? Na enkele weken nodig ik de mensen voor de tweede keer uit. Maar dan hebben ze de opdracht meegekregen. Het buurtspel aan de achterkant hebben wij nog een plaats zitten. Die heb ik, ja, zie ik, die ik geen foto van heb meegegeven. Maar de tweede bijeenkomst krijgen ze als opdracht mee naar huis. Ga eens nadenken individueel. Wie is mijn netwerk? Wie is nu mijn netwerk? En dat kunnen oudburen zijn, kennissen, vrienden, nou ja, familie natuurlijk, noem maar op. En stel ik de vraag om daar ook vooral samen met hun naast het in te vullen. En het is niet zo dat wij als organisatie willen weten van wie is nu precies uw netwerk. Maar gewoon van dat mensen daar eens goed over nadenken. Want soms denken mensen van nou, ik heb mijn dochter of ik heb daar, zo op die manier. Maar het netwerk is natuurlijk veel breder. Want als je in een thuissituatie gewoond hebt en je had fijn contact met je buren. Of je zat bij een club, bij een koor of wat dan ook. Die contacten moeten vooral in stand gehouden worden. Hè? Want natuurlijk ga je verhuizen. Maar dat wil niet zeggen dat het netwerk wat je daar had. Hè, een keer koffie drinken met de buurvrouw. Op donderdag naar het koor of wat dan ook. Houd dat vooral vast. Want dat maakt ook die aangename dag. Dus het nadenken over het netwerk is daarbij een belangrijke. Als men de tweede keer terugkomt, vertel ik met name van wat mensen hebben ingevuld, hè, natuurlijk die eerste bijeenkomst. En dat kan zijn van, god, ik neem deel aan de Bridge Club of het atelier ga ik naartoe. En daar zie je al vaak dat er een verbinding komt van, god, doe jij dat? En zou ik daar met jou een keer naartoe kunnen? Dus daar zie je dan al een beetje verbinding met elkaar. Daarnaast heeft men nagedacht natuurlijk over het netwerk, wat heel belangrijk is. Maar stellen wij ook de volgende vraag van, god, als u een vraag zou hebben voor uw buur, wat zou dat dan zijn? En daarnaast een andere vraag, wat zou u voor uw buur kunnen betekenen? Nou, daar gaat die tweede bijeenkomst, gaan we daar echt verder op in. En daar komen eigenlijk hele mooie dingen naar voren. Ook een reactie van, ja maar Karen, ik kan toch niet iemand gaan wassen? Nou, dat is zeker niet de bedoeling. Het ligt hem veel meer in de kleinere dingen. Kleinere dingen van iemand die, er wordt heel veel georganiseerd in de organisatie, maar iemand kan toch nog wel heel erg eenzaam zijn. Even één keer in de week een kopje koffie met je buurvrouw gaan drinken. Maar ook van, als jij ziek bent, laat het me weten. Ik kom voor jou dat ontbijtje maken. Ik ga op vrijdag naar de visboer. Breng je boodschapjes. Geef ze aan mij door. Ik neem ze voor u mee. En we zien daar al in hele mooie ontwikkelingen samenkomen. Zo ook tussen mensen die al lang op een etage wonen. Mensen die minder lang wonen. Van god, maaltijden. Nou, hoe werkt dat nu precies? Ik kom bij jou. Of ik hou heel erg van rummikuppen, maar ik heb, ja, dat deed ik vroeger. Die partner is overleden. Nou, en dan zie je daar ook weer iemand opstaan, zelfs soms wel meerdere mensen van, ik vind het ook leuk om te gaan rummikuppen. En nou, dus daar zie je echt die verbinding.
Heel mooi. Maar goed, de vraag die net ook werd gesteld aan Pim van het borgen, van hoe doe je dit nu? Hè? Want zo, ik heb nu ondertussen 5 etages gehad, waar mooie verbindingen weer plaatsgevonden hebben. Waar je ook ziet dat het verder in de organisatie verteld wordt aan elkaar. Zo van, God, heb je het al gehoord? En zelfs 1 etage ook al, waarbij 2 mensen opgestaan zijn. Ik moet het wel goed vertellen. Even terug naar die tweede bijeenkomst. Op het einde daarvan bespreek ik natuurlijk van, ja, hoe gaan we dit nu borgen? Ben ik op zoek eigenlijk naar 2 karttrekkers op zo'n etage. En 1 etage heeft zelfs daar al een bijeenkomst georganiseerd. Heeft zelf bewoners van de etage uitgenodigd met een uitnodiging. Zijn er zondagmiddag samengekomen en hebben daar de vraag gesteld. God, vanuit de organisatie kunnen we daar ook iets lekkers dan bij krijgen. Zelfs heeft daar een mantelzorger, een dochter heeft meegeholpen en hebben ze een prachtige middag gehad. En zie je hoe fijn het is dat we dit nu in het leven hebben gebracht, want er komen echt al hele mooie resultaten naar voren. Ja, ik had het even over het stukje borgen daarvan. Dus ja, dat is een beetje wel mijn verhaal, wat ik heel graag wil vertellen. En ja... Nogmaals, we zijn ermee gestart. We zijn nog lang niet. We hebben nog lang niet alle etages gehad. We zijn wel aan het nadenken. Dit hebben we nu in 1 gebouw gedaan. Maar zoiets zou echt ook al bijvoorbeeld georganiseerd kunnen worden voor mensen die op de wachtlijst staan. Want het gaat natuurlijk ook over een stukje verwachtingen en verbinding. Dus ja, ik denk dat we hier nog wel veel verder mee gaan. Maar ik vond het wel heel mooi dat ik dit hier kon vertellen. Volgens op Karin, dankjewel. Volgens mij een heel mooi helder verhaal. Er waren 2 vragen. 1 ging over het borgen. Nou, die heb je al beantwoord, dus die hoef ik niet meer opnieuw te stellen. En de andere vraag is, als ik nou in mijn organisatie daarmee zou willen beginnen, wat is dan de gouden tip? Wat zou jij, oh, dat moet je zeker aan denken dat je dat doet. Wat zou je dan mee willen geven? Wat zou ik dan mee willen geven? Nou ja, het waar een gouden tip is hè, je kent je bewoners, hè. En toch ook kijken of je een paar karttrekkers kunt hebben. Mensen die je toch mee warm houden, mee aanzwengelen, want dat heb je nodig. Natuurlijk vanuit de organisatie ook van het borgen, hè, want het borgen is heel belangrijk. Die vraag wordt ook gesteld van hoe willen we nu verder? Ja. Soms zijn er mensen zelfstandig op, maar soms maak ik ook de afspraak van... is het goed als ik eind van het jaar of begin volgend jaar weer even dat we samenkomen van hoe is het gegaan in de tussentijd en zo op die manier. Maar die sterke mensen op je afdeling die zeggen van ik hou een goed oogje in het zeil. En nogmaals, voordat we hiermee starten, want dat merk je ook uit de gesprekken, vond er natuurlijk ook al wel het een en het ander plaats. Maar je versterkt het dit. Want je zit met z'n allen. En oh ja, die is nieuw. Of die ken ik al wel, maar nog niet zo goed. Want die woont aan de andere kant van de gang. En nogmaals, het maakt de dag echt wel een stuk aangenamer. Ja, bent dus van begin af aan ook al met die kaart. Op zoek naar die kaart. Je bent al bezig met het borgen. Ja, zeker. Helder verhaal, dankjewel. Graag gedaan, dank je. Dan zijn wij langzaam, Elle, aan het eind van 14 webinars gekomen. Ja, zeker. Een mooie reeks. We zijn ruim 2 jaar zijn we bezig geweest. De aanleiding 2 jaar geleden was van, nou, hoe gaan we nou die samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein, hè? Dat was een van de programmalijnen van het zorgnetwerk, is ook van hoe geven we die samenwerking met het sociaal domein nou vorm? Ja, en als we nou 2 jaar verder zijn, dan wat mij dan ook echt wel bekruipt, is... Wij hadden het heel erg over de samenwerking tussen sociaal domein en zorgdomein. Maar eigenlijk de hele ten dagen zijn we vooral al bezig in de driehoek. En dat was ook in de voorbeelden van vandaag heel erg nadrukkelijk aanwezig. In de driehoek tussen zorgdomein, sociaal domein en de burger zelf. Ja, klopt. En dan zie je dat we in die twee jaar dat wij die webinars georganiseerd hebben, echt hele stappen gemaakt hebben. Maar toch is het denk ik ook nog wel leuk om even terug te blikken. Ja. Als ik aan jou vraag, Elle, wat is jou het meest bijgebleven van deze 14 webinars? Wat ik leuk vond is dat het geen moeite kostte om onderwerpen te verzinnen. Nee. Dus we hebben inderdaad 14 thema's bedacht en eigenlijk in overleg kwamen we heel snel weer tot nieuwe thema's. En dat gaat het van
een stuk wet- en regelgeving, mantelzorg, ouderen, zelfredzaamheid, positieve gezondheid. Dus dat vond ik een hele leuke. Wat ik ook heel leuk vond, is dat er echt heel veel interesse in was. Ja. Dus per webinar hadden wij 50 tot 100 kijkers of terugkijkers. Het werd er positief geëvalueerd. Ze hadden zoiets, we doen de goede dingen. Het andere wat ik leuk vond, is dat als ik echt kijk naar de thema's, dan vond ik dat we zowel wat abstractere thema's hebben gebruikt als heel praktisch. Nou, kijk naar een abstract thema, positieve gezondheid. Is eigenlijk een taal wat we met z'n allen zijn gaan spreken. Dus je hoort hem in het gemeentelijke domein, in het zorgdomein, zelfs inwoners, maar ook binnen de zorgorganisaties. Dat vond ik een hele bijzonder, dat eigenlijk gemeenschappelijke taal. Dus Stefan Herms had daar een heel mooi verhaal over. Dat vond ik een ander wat bijvoorbeeld heel praktisch was, is Marielle Durieux had het over de Nationaal Diabetes Challenge. Ja. Eigenlijk heel simpel een wandelmethode, maar die ook veel meer spin-off had. Dus mensen werden niet alleen gezonder en fitter, maar hadden ook in dat sociale een minder eenzaamheid. Kwamen lekkerder in hun veld. Dus dat vond ik een hele leuke. En een andere wat ook een praktische was, was dat VVO, dat vraagverhelderingsoverleg, waarin de toegang en de sociaal makelaar samen een teampje vormde eigenlijk tussen het zorgdomein, dus de huisarts, als hij dacht, nou, er is iets met het sociaal vraagstuk, kunnen ze daarna doorverwijzen en zij keken dan wel waar het moest komen. Nou, en dat zijn één van de vele voorbeelden, want ieder webinar was er kort een stukje theorie en dan gewoon twee hele mooie voorbeelden uit onze eigen regio. Dus dat, en jij? Ja, nou, wat jij zegt dat heel mooi, hè? Dus die algemene die inleidingen die we hadden, ja. Nou, daar is bij mij echt één verhaal, het waren allemaal mooie verhalen, maar er is één verhaal dat mij echt heel erg op het netvlies gebleven en dat is het verhaal van Jolanda van Boven, moet ik zeggen, de juriste, ja. Die ons meenam in het hele AVG-verhaal en we zien natuurlijk heel vaak in de praktijk, zeker toen wij net begonnen met deze webinars, ja. Hè, dat iedere keer die AVG een thema was in het delen van gegevens voor mensen die, voor de professional tussen het zorgdomein en het sociaal domein. Nog altijd hoor je heel vaak dat AVG, ja, dat kan AVG technisch niet. Ja. Nou, Jacqueline heeft ons verteld dat dat onzin is. Ja, en dat AVG technisch heel veel kan. Nou, dus dat is echt wel zo'n verhaal geweest wat mij in ieder geval heel erg bijgebleven is. En een ander voorbeeld, als je echt een praktijkvoorbeeld vond ik ook het verhaal van Bas Dirken. Ja. De mentale gezondheidscentra van GGZ Preburg. Waarin we heel mooi de verbinding leggen. Hoe wij af en toe als zorgprofessionals vragen die eigenlijk helemaal geen zorgvragen zijn. Naar het zorgdomein trekken. Terwijl dat was een voorbeeld van iemand die waar het minder goed mee ging. En die dreigde weer in de GGZ-land terecht te komen. Waar we zeiden van, nou, je hebt gewoon werk nodig. Je moet gewoon weer goed in zinvolle dagbesteding hebben. En helemaal niet de medicatie. Dus het is die verbinding die daar meteen gelegd wordt. Nou, het is natuurlijk, dat is wat mij betreft ook een voorbeeld wat is blijven hangen. En als je ook kijkt naar die voorbeelden die wij met elkaar bespraken. Dat zit op het zorgdomein, het sociaal domein. En ik gaf net ook al aan, we zijn nu met elkaar in de regio heel erg in die driehoek bezig. Hè? Want het programma Zorgen doen we samen stopt als programma. Maar eigenlijk is het de basis geweest voor waar we nu met z'n allen natuurlijk heel nadrukkelijk aan samen zijn met het Integrale Zorgakkoord. Ja, klopt. He, en in het Integraal Zorgakkoord, nou vandaag is het, kreeg ik de definitieve versie, de definitieve conceptversie, van het regioplan. Dus wat dat betreft had het geen mooier moment kunnen zijn om deze webinars af te sluiten. Want eigenlijk gaat de samenwerking tussen zorgdomein en sociaal domein, heeft het afgelopen jaar echt een mega boost gekregen in het Integrale Zorgakkoord. Het opstellen van het regiobeeld, het opstellen van het regioplan. Waarin we met de professionals en de bestuurders vanuit het zorgdomein, het sociaal domein, maar ook met de burgers in die driehoek nadrukkelijk in gesprek zijn op hoe gaan we het nou in de regio met elkaar doen. En de kapstok in dat regioplan is de beweging van ziekte naar zorg, naar welzijn, gezondheid en preventie. Nou, dat gaan we met elkaar verder vormgeven. Niet meer in deze webinars, maar wel met elkaar in deze regio in de praktijk. Ja. Dan rest ons om, los van dat wij er dadelijk even op toosten, dat we deze reeks, wil ik alle kijkers van de afgelopen webinars heel erg bedanken. Ik wil alle sprekers, alle mensen die bij de voorbereiding betrokken waren, heel erg bedanken. Speciaal woord van dank, Kirsten, en jou aan de andere kant hier, voor alle wat jij technisch allemaal mogelijk gemaakt hebben. En Ellen. En Jan misschien nog. En Jan Lam. Ja. Nog bedanken, die ook in de voorbereiding heel nadrukkelijk betrokken was. Nogmaals, kijkers, heel erg bedankt. De webinars blijven een jaar lang online
Dus terugkijken kan nog een hele tijd. Maar hou er rekening mee dat ze op een gegeven moment ook van de website afgaan. Dankjewel allemaal. En nou, de volgende stappen met z'n allen in de regio in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Dank. Tot ziens. Tot ziens.